Er is een team samengesteld, kort voordat dit team is samengesteld. Op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft minister Sergio Akinboto een persconferentie belegd. Tijdens deze persconferentie heeft de bewindsman aangegeven dat het niet het moment is om schuldvragen op te werpen, maar om te kijken welke de mogelijkheden zijn om het onderste uit de kan te halen in de bauxietindustrie. Als we kijken naar de cijfers, de business case, is het niet meer rendabel. Suriname heeft gezegd, wacht even, ik wil naar kijken en onderzoeken als ik het kan overnemen. Dat is gebeurd. Na berekeningen, na calculatie, na studie is vast te komen staan dat het niet winstgevend was onder de gegeven omstandigheden om die plant over te nemen. Tweede optie was dan gaan we moeten stoppen. En laat me kijken als ik het document hier heb, snel boven water kan halen. Ja. Suriname heeft toen zelf berekend. We hebben zelf gekeken ernaar. En ik praat bewust hoe. Ik was niet daar destijds. Maar als Suriname hebben wij ernaar gekeken en bestudeerd. En op basis van de feiten gezien dat het niet winstgevend was. Toen is het traject ingezet om te beëindigen. Hoe gaan we beëindigen? Wat moet er gedaan worden om te stoppen? En ik wil even cijfermatig aan u voorhouden, je kunt het document ook krijgen, misschien geheim, dat het steeds duidelijker werd, met name in 2019, wat het betekende. 2009, ja, thank you. 2009, als Suralco heeft gewerkt, bauxiet heeft gemijnd, verwerkt, verscheept, verkocht, dan hebben ze Suriname $19.3 miljoen betaald. Ondertussen waren er nieuwe afspraken gemaakt in 1999 over energielevering, afname. Want die dam behoorde toe aan Suralco, althans het beheer ervan. Maar dat is ook een discussiepunt op een gegeven moment, aan wie behoort die dam toe. Het is in Suriname gebouwd, met toestemming van Suriname. Suralco heeft voor een bepaald doel die dam gebouwd en zij hebben het beheer. De verbonden overeenkomst voorzag in de eerste plaats in het tot stand brengen van het waterkraftwerk. Dat was het kern ervan. Daarnaast was er ook geregeld de uitgifte van concessies voor exploratie en exploitatie. Er was geregeld het opzetten van een aluminiumsmelter. En ook, wanneer de omstandigheden gunstig zouden zijn, de oprichting van een raffinaderij. Dat waren de componenten van de overeenkomst. Naarmate de tijd vorderde, althans in de recente jaren, eigenlijk begon het al in de jaren 90 van vorige eeuw, toen de opgezette smelter niet meer rendabel was. Geen enkele onderneming houdt een niet rendabele productie in stand. Je produceert alleen verlies. Dat is de grondreden waarom het gestopt is. De mining is gestopt omdat de bauxiet opraakte. En de aluinaardfabriek is gestopt omdat de productie ook niet meer rendabel was, hoge brandstofkosten, dure bauxiet die niet meer verraderd was. En ga zo maar door, er zullen nog meer redenen zijn. Van de rehabilitatie van de uitgemeinde gebieden. En wat ik hier ga zeggen geldt ook voor de bodemsanering. Van de raffinaderij en omliggende gebieden. Suriname heeft zich het recht bedongen om de werkzaamheden te inspecteren. We krijgen alle detailplannen die opgemaakt worden, 60 dagen voordat men tot uitvoering wil overgaan. Aan het eind van die werkzaamheden wordt een closure rapport opgemaakt. En dat closure rapport moet door de staat worden geaccepteerd voordat Suralco wordt gevrijwaard van die werkzaamheden. Net wat de minister net aanhaalde, vanuit NH wordt er een organisatie opgezet om dit alles te kunnen beheersen. Er zijn ontzettend veel afspraken, termijnen die beginnen te lopen wanneer de overeenkomsten getekend zijn. En er is een organisatie nodig om dat alles te gaan
via de VP gegaan, die heeft daar toestemming voor gegeven in twee fasen. Initieel was het al die zaken te ontmantelen die gevaar hadden vormen voor zonneheden. Het is een oude plan, daar hebben we naar gekeken, om die plan, zou je de bauxiet zou hebben, dan nog zou je 100 miljoen doen om erin te stappen om hem weer up-to-date te brengen. Oké, de ontmanteling is ingezet. Er is een internationale bidding geweest en het bedrijf Kolen uit Nederland heeft de bid gewonnen. En die is begonnen daarmee. De deal is dat zijn materialen, ze nemen alle materialen mee. En dus ongeveer 70 miljoen kosten, 35 miljoen wordt dan rechtstreeks aan het betaald. De rest wordt in materialen betaald. Er zijn protocollen wereldwijd van hoe je dat moet opruimen. Een groot deel wordt verscheept. En, maar pijpen die met caustic zitten, asbestos enzovoort, dat wordt op de juiste met protocollen afgehandeld. Dus dat is, het zal 3 jaar duren misschien voordat we zover zijn. En ook hoe heeft zich al mee besloten dat sommige van de installaties niet ontmanteld worden. Ze zijn aan het kijken of ze daar een nieuwe business voor kunnen creëren. De bestemming van het gebied. Er zijn gesprekken gaande tussen partijen over wat er moet gebeuren met het gebied dat niet verstoord is door de mijnactiviteiten. Ik moet ook aangeven dat meerdere regeringen, niet deze regering, maar ik denk zeker al 15 jaar of zo, dat er pogingen vanuit regeringen worden genomen om te bemiddelen in dat geschil. Wij hebben begrepen dat partijen nu weer in overleg zijn. Wat ook speelt is dat er binnen Onoribo meerdere groepen zijn, volgens mij 6 of 7 groeperingen, die claimen dat zij namens de rest mogen praten. Dus dat is een complexiteit voor die hele discussie. Maar ik denk dat als partijen er behoefte aan hebben om voor bemiddeling van de staat, dat de regering dat niet uit de weg zal gaan, maar dat is zeker al 3 keer gepoogd, als ik me niet vergis. Ja. En er is een rechtszaak aanhangig gemaakt, ik weet niet wanneer het was, en dat liep door bij de rechter. Wat de minister net heeft aangedragen, is het natuurlijk zo dat zo'n waterwerk is geen complexe organisatie of operations, maar wel met veel risico's. En die is verzekerd. Dus vanuit de verzekering wordt er periodiek inspectie gedaan. En die maakt zeker dat die operations altijd in goede staat is. Er is ook ingediend bij de Nationale Assemblée een ontwerp schadevergoeding door bauxietmaatschappijen. En dat heeft betrekking op ontginning van bauxiet in alle concessies waar belanghebbenden schade geleden kunnen hebben. In het ontwerp is er dus mogelijkheid geschapen voor iedereen die meent of beweert of denkt dat hij schade geleden heeft, om dat aanhang te maken. Er zijn procedures ontwikkeld die maken dat zelfs wanneer de eigendom of de gerechtigheid van een persoon niet vaststaat, omdat het bijvoorbeeld een onverweerd boedel behoort, dat er nog een procedure gestart kan worden. Altijd wordt eerst vastgesteld door rechterlijke tussenkomst wat de omvang van de schadevergoeding zijn. Zodra het vaststaat wat de schade is, moet Suralco of AMS betalen en het geld wordt gedeponeerd bij de griffie van de kantongerechten en de gerechtigden, daarvan wordt later al vastgesteld wie en in welke mate gerechtigd zal zijn en kan uitgekeerd worden. Kortom, hoe het ook zij, iedereen die op een of andere manier meent schade geleden te hebben, kan volgens de procedures in het wetsontwerp de schade goed krijgen. Inderdaad was er sprake van een situatie waarbij onder andere asbest opgeruimd moest worden en ook installaties die in de loop der jaren achteruit waren gegaan en die zouden ze op,
mensen als of moeten vervangen of sloven. Vervangen doen we dan niet meer, omdat het besluit genomen was om te sluiten. Dus vandaar dat de veiligheidsaspecten in acht genomen moesten worden. En die zaken zijn dan wel opgeruimd. We moeten weten waar de grenzen zijn. En waarschijnlijk door de jaren heen, wie de schuldig is, zal ik niet benoemd aanwijzen. De samenleving is bijna cynisch geworden. Voordat je praat, heeft iedereen een mening. De eerste tap op en iedereen heeft een eigen verhaal. En dat wordt de waarheid. Veel gebaseerd op onjuiste informatie. En dat doet wat. Demotivering moet een dosis aan motivatie hebben om te blijven slaan en te beugen. Geen grote vraag, maar soms vraag je mezelf af van waarom doe ik het eindelijk dit te doen. En lekker ergens gaan wonen, andere baan zoeken en werken. Maar je wil werken voor het land. En terecht, er zijn sommige gevallen die mis zijn gaan, maar het is niet zo dat alles aan de hand, iedereen hetzelfde is en niemand wil werken voor dit land. Dus dat moeten we meenemen. Ik heb het ervaren bij deze discussie. Daarom zei ik, ik heb goed gekeken daarna, ik heb gelezen, ik heb gestudeerd. Ik heb gezien van het is gebaseerd op emotie. En ik heb in het parlement ook een presentatie gehouden. Al die dingen die worden geroepen, slaan nergens op. En ik ga antwoord geven. Ik ga iedereen rustig antwoord geven op die vragen. Kom met feiten, kom met issues. En als het inderdaad zaken zijn, een van de eerste opmerkingen die ik heb gemaakt toen wij deze discussie zaten, hier aan tafel, artikel 2.2, in die raad moet aan een werkoefening van zorg voor de verwarring. Commissie, team, wil je dat gaan herschrijven? En ze kunnen zeggen, ja, dat is een constructieve manier om te werken te gaan om een land verder te ontwikkelen. En als er open en weer wordt besproken en zaken worden gewezen, acceptabel, en dan kunnen we verder gaan met ontwikkelen. Daar sta ik voor, daar ga ik voor. En samen met de mensen die ondersteunen, gaan zorg dragen dat we die veranderingsprocessen gaan brengen samenleven, zodat we naar de next level kunnen gaan en niet middelmatig blijven doen en op basis van onjuiste informatie. We gaan er niet 100% kunnen wegwerken, dat is ook je streven, maar het op een acceptabel niveau voor iedereen om dit prachtige land verder te ontwikkelen. We gaan fouten maken, we verliezen nooit. Als we gewonnen hebben, we gewonnen. Als we verloren, is het een leermoment voor ons om ervaring mee te nemen naar de volgende activiteit. Ik doe een professionele samenleving, kom, er is heel veel werk te doen en we kunnen dit land succesvol maken. Ik geloof daarin. Dank u wel.